allerlaatste keer. Want het is de allerlaatste media-uitzending van dit seizoen. Ja. Typhoon. We gaan afscheid nemen. We gaan afscheid nemen. Ja. Kijk, het is snel gegaan. Ja, ik zeg het met bloedend hart. Vlak voor de uitzending, toen zei je van de laatste keer. En toen besefte ik me pas dat het eigenlijk is een mooie reis geweest. Het is een prachtige reis geweest. 22 mei hebben we de allerlaatste uitzending. Dan zijn jullie er ook, maar in een andere hoedanigheid zijn jullie zeker bij. Dat willen we dan zeker vieren. Je gaat uiteraard een liedje van jezelf spelen. En dan komen de liedjes die te maken hebben met de conversatie aan tafel. Ja. Maar gaan we twitteren? Ja. Wou je met mij twitteren? Nou, het ding was, ik weet dat jij ook geen echte voorstander van Twitter bent, toch? Ik doe het niet. Ja, ik ga vandaag overstag. Gewoon omdat het festivalseizoen komt eraan. Dus ik heb zoiets van, weet je, als er een punt moet zijn, dan is het vandaag. Dus ik dacht van, maar dan doen we het samen, zodat we een soort van broeders in strijd in de strijd zijn. Oké, wat stel je voor? Wacht even. Selfie? Ja, ik maak eventjes. Andersom. Oké, okay, ja. Oké, okay. Zo? Ja. Ja, dit moet hem zijn. Nou, helaas. Ja, rare foto. Maar zet hem uit. Ik Weet je wat, ik verstuur hem zo even. Er moet nog een tekst erbij. Ja, moet tekst. Maar doe het lang. Ja, doe het lang. Anyway, we gaan onze nieuwe single spelen met de clip. En dat heet Liefste. Liefste. Ja. Typhoon! Spreken af, spreken met elkaar af dat we altijd eerlijk zijn. Openheid van zaken, geen muurtjes, dekens, dicht gordijn. Je zit erbij, nonchalant en wat gesloten. Met z'n houding van wilt hij me hebben, dan moet het van zijn kant komen. Ik doe mijn best, ik heb de trui aan die je mij zo goed vindt staan. Telefoon uit, er komt de ruis vandaan. Ik fluister je naam en zeg je moet me geloven dat het anders is. Gaat zijn en zal gaan lopen, liefste. Let niet op mij.